Dit is Jan. Samen met zijn ouders is hij eigenaar van de varkenshouderij Janshoek in Kouwlil. Wij zijn een gesloten varkensbedrijf. Dat wil dus zeggen dat alle varkens die hier geproduceerd worden, geboren worden, die blijven ook altijd op dit bedrijf. Ze zijn dus hier van het begin totdat ze dan eigenlijk naar het slachthuis gaan. Bij ons op het bedrijf zitten wij met twee soorten zeugen. Aan de ene kant hebben wij de hybride zeugen. Dus dat zijn deze. Die dienen vooral voor vleesvarkens van te maken. De tweede soort bij ons op het bedrijf zijn de betraivarkens. Die worden vooral gebruikt voor de fokkerij, om daar eindberen van te kweken. Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de varkenshouderijen in onze provincie. Zo kampt de sector sinds 2007 met een zware crisis. De voederprijzen zijn toen heel sterk gestegen. Tot een maximum van 180% eigenlijk ten opzichte van 2006. We nemen 2006 als referentiejaar, omdat het toen nog een normaal jaar was. En vanaf 2007 zijn de prijzen beginnen stijgen tot een piek van 180%. Ook op de Janshoek kwam de crisis hard aan. In het begin, ja, het waren moeilijke jaren. Ja, daar viel niks te verdienen. Eerste jaar, twee, drie jaren, kun je dat natuurlijk een beetje opvangen met je reserves. Maar die zijn natuurlijk stilletjes aan, ook eigenlijk op. Veel beterschap zit er in de varkenshouderij spijtig genoeg momenteel nog niet in. In februari 2014 is er het probleem geweest met de Afrikaanse varkenspest in Rusland en ook een aantal in de Baltische Staten, in Europa, kort bij Rusland. En mochten er geen varkens meer uitgevoerd worden naar Rusland. En toen hebben we eigenlijk terug een dip gehad, waardoor de marge die de boer kon vergaren, de winst die hij kreeg, was volledig weg. En dan in juni, juli hebben we een aantal weken gehad dat het iets beter ging. Maar toen heeft Rusland zijn grenzen voor alle landbouwproducten gesloten en is de prijs terug helemaal gekelderd. Tijd voor actie dus. Qua acties die er in de crisis nu gebeuren, wordt er heel veel ingezet op promotie. Promotie naar export, maar ook promotie naar het eigen vlees, om dat te consumeren hier in Vlaanderen. Zo is er bijvoorbeeld een opvallende campagne op Facebook en op lekkervanbijons.be, een website met veel recepten met als bedoeling de Vlamingen aan de slag te laten gaan met ingrediënten van bij ons, zoals het varkensvlees. Ook de website deeleenvarken.be helpt de varkenshouderijen een kleine stap in de goede richting. Hier kan je met anderen online een varken kopen. Je koopt 1/8 van het varken en als de teller op 100% staat, is het varken volledig verkocht en wordt het in gelijke pakketten verdeeld. Dat zijn heel goede initiatieven die er zeker moeten zijn. Voor een aantal varkenshouders kan dat dan ook ietsje extra marge opleveren, ietsje meer geld in het laadje brengen, wat in deze tijden van crisis heel, heel belangrijk is. Als we kijken naar het hele verhaal richting sectorniveau, ja, die consument kan natuurlijk maar op één plaats zijn vlees kopen. Ofwel koopt hem het in de supermarkt, ofwel koopt hem het lokaal bij de boer. Wie het vlees in een groot warenhuis koopt, vindt de herkomst ervan terug op de verpakking. Met goede ingrediënten van eigen bodem kook je zonder twijfel een heerlijk gerecht.